Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto weinig wolken in onze omgeving, alleen wat dunne bewolking boven het noorden van het land. En daar valt vanochtend dan ook een enkele bui uit. Maar in de rest van het land is het best aardig met geregeld zonneschijn. Temperatuur vanochtend 6 of 7 graden en daarbij waait een matige tot krachtige westelijke wind. Ook vanmiddag waait het rond kracht 6 aan zee. En verder is het best aardig met geregeld zonneschijn en een temperatuur van 7 tot 9 graden. En vanavond daalt de temperatuur naar 5 of 6 graden. De wind neemt geleidelijk aan af en het klaart ook flink op, zodat het vannacht ook flink kan gaan afkoelen met temperaturen in het oosten van het land rond het vriespunt en lokaal kan het glad worden. Morgenochtend is het dus koud, maar in de middag loopt de temperatuur op naar 9 tot 11 graden. Het is best aardig met geregeld zonneschijn, maar vanuit west uit neemt de bewolking toe. Dinsdag overdag is het droog, later gaat het regenen. Woensdag en donderdag vallen er geregeld buien, dus het is wisselvallig. Maar met een temperatuur van 7 tot 10 graden is en blijft het vrij zacht voor de tijd van het jaar. Dit is Diana Woei van Weerplaza.nl.